Yo, VacuGamers, Les hier. Welkom terug bij meer Assassin's Creed 4 hier op VacuGames. De vorige keer hebben we hier weer een uitzichtpunt gesynchroniseerd. Dat was baas. Ik vind die dingen echt super tof. Gewoon lekker naar boven klimmen en weer naar beneden springen. Zo is dit. 1, 2, 3. Whee! Ik was een vogel. Een vliegtuig. En niemand die het gek vindt dat er een vent van de toren naar beneden springt. Dat vind ik toch het mooiste. Niemand die het gek vindt. Echt, gebeurt hier dagelijks. We gaan naar dat uitroepteken, want dat was de vorige keer ook goed. Dus dat gaan we nu weer doen. Waar is dat uitroepteken ergens? Hier naar rechts. Kan dat? Ja. En nog meteen nog een zwart uitkijkpunt. Dus als ik er ben en ik kom er langs, dan pak ik die ook eventjes. Oh, maar dat is verboden terrein. Het is wel heel hoog hier. Nou, dat doen we een andere keer wel. Kom er vast nog wel een keertje, want het is niet voor niks verboden terrein. Dus iets zeg maar dat ik daar wel een keertje langs kom. Oh jongens. Oh, dat is de grote poort van de grote poortheid. Ik heb de sleutel niet. Missie starten. Ja, heel graag. Ga maar een missie, dan heb ik wat te doen vandaag. Anders loop ik ook maar rond te derpen natuurlijk. Hoi. Oh, de governor. Oh, de governor. Hoeft hij geen paspoort te laten zien of zo? Dank u. Nou, dan beleefde bewaker ben jij. Ik wil graag dat alle andere bewakers ook zo beleefd worden. Ga naar het terras. En bestel een biertje en een stuk slagroomtaart. En ga voor de rest lekker chillen. Ik ben Duncan Whitepool. Hoi jongens. Komen jullie mee naar het terras? Gaan we samen een biertje drinken. Gezellig. Wel zelf betalen jongens. Want ik heb echt niet zo heel veel geld. Hoi. Nou, ik ben heel respectabel. Ik heb slechts 100 van jullie mannetjes afgemaakt ondertussen. Bereik. Nou, vooruit. Omdat jullie het vragen. Ik ga hier niet lopen rennen. Dat trekt alleen maar de aandacht. Kap eens met dat kanon, man. Doet pijn aan mijn oren. Oh, het is helemaal geen kanon. Het is gewoon een pistool. Als dat een pistool is, wat doet een kanon dan? Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are done? Daar heb je helemaal gelijk in. Woods Rogers. A pleasure. Ah, graag gedaan. Aangenaam. I must say my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. Okay, waarom? My wife. You met her some years ago at Percy's Masquerade Ball. Ah. Quite. She called you devilishly handsome. Nou, daar heeft ze op zich wel gelijk in. Obviously a lie to stop. Ik ben woest aantrekkelijk sexy ben ik. Julianne, our guest of honor has arrived. Mr. Duncan Walpole. Or Julien Ducasse. Hoi Julien Ducasse. I have no love for assassins, but even less for liars. Nou, ik zal geen uitspraken doen. Ik ben een leugenaar. Ja, sportief, heel sportief. Wat gaan we doen? Gaan we schieten? Oh ja. Nou, kom maar op. Waar gaan we schieten? Op jullie. Op jullie hoofden. Dat vind ik een goed deal. Hoe doen we dit? Voltooi de schietuitdaging van Huppeldeflup. Oh. Gebruik en selecteer je pistolen. Daar is een pistolen. Hou L1 ingedrukt. Ja. En schiet met R1. Ik wil een headshot. Druk op driehoekje om het geselecteerde doelwit in te schieten. Dat doe ik toch. Even hem al gepakt. Hoppa. En jij. Jij. Moet hij weer herladen zeker. Come on, schiet eens door. Die is voor mij, die erachter. Nee, dit is mijn doelwit. Zo. Nieuw doel, praat met de gastheren. Oh, dat is moeilijk zeg. Dat kan ik niet. Oh, een echte, ja, een echte uitdaging, graag. Dit was niet echt een echte uitdaging, hè. Dit was een nep uitdaging. Duncan, where are your wrist blades? Thuis. I've never seen an assassin so illiquid. Ah, damaged sadly beyond all repair. Krijg ik weer nieuwe van je? Jullie hebben vast nog wel ergens een paar van die dingen liggen. Have your choice. Oeh, cool. Mag ik kiezen? I did not find. I took him. He's a souvenir.
Ah, als dat mijn souvenir zo meteen eens in je nek proppen. Kijk of je dat nog zo leuk vindt. Oude dief dat je bent. Een beetje messen lopen jatten, dat mag niet. Volg je gast, heren. Dat is niet zo heel ingewikkeld allemaal. Een demonstratie van technieken. Ze vertrouwen me echt voor geen meter. Zal ik jullie eens eventjes omleggen. Dan kan ik mijn tactieken heel goed demonstreren. Ik kan twee mensen tegelijk pakken. Links en rechts. Jullie allebei tegelijk als het moet. Maar een beetje training is nog... Oh, nee! Oh, stop! Oh, oh, keep! Oh, mijn god, keep! Oh, heilige keep! Ja, toch. Oh, keep is bang voor me. Keep je hem! Wat is hij nou? Oh, daar. Geruisloos vermoorden. Nou, vooruit. Komt ie. 1, 2. Hop! Daar zijn. Andere techniek. Vanaf het dak. Dat is cool. Vanaf het dak. Ja, dat is heel, heel top. Beweeg je in het hooi? Welk hooi? Zucht. Ga aan de kant, keep. Komt ie. Hup, en check. Gezellig bij mij in het hooi. I know. Ik ben echt een briljant assassin. Waar zijn blinde hoeken dan? Oh, hij leeft weer. Not relaxed. Zo, dan staan we hier. Komt hij eraan. En dan prik. Gaat tussen twee burgers. Oh, hen. Ja, mijn trucjes zijn altijd slim. Waarom zou ik vanuit de lucht moorden? Dat is toch heel, heel raar. Als jullie het willen, dan is het goed. Als een vijand is uitgelicht. Jij? Hoppa. Zo goed. Ah, prachtig. Is het magnifiek. Zeker, ik ben heel snel. Vooral in de auto. Sprint richting je vijand terwijl je R1 en vierkant tegendrukt. Hier. Hop. En liggen jij. Die gasten die overleven het hele tijdje, die poppen. Ik haat jou. Lelijke pop. Volg je gasten, heren. Nou, kom maar mee, jongens. Kom. Loop. Ja, dit wist ik al. Nou, heb je ook nieuwe informatie voor me? Iets waar ik nieuwe dingen mee kan leren? Zoals onzichtbaar blijven. Dat is handig. Of bewegen is ook nog wel een pro-tip voor me. Ja, de gouverneur is echt mijn mattie. De gouverneur is mijn vriend. Dat weet hij alleen zelf nog niet, maar hij is wel mijn vriend. Oké. Ik moet uitkijken dat ik niet te veel wapens pak, want dan ken ik mezelf alweer. Dan gooi ik echt te veel wapens tegelijk in de strijd. Dan heb je kans dat ik een rookbom gooi en tegelijkertijd met mijn zwaard die rookbom probeer te pakken. En dat tegelijkertijd probeer te schieten. Daar moet ik heel erg mee uitkijken. Hey, ik ga aan deze kant langs, mag wel, hè? Hoi, jij hier. Gezellig. Mooie bloempot hebben jullie toch hier. Zit je me nou te beledigen? Ik heb twee hele scherpe messen van je gekregen. Ik zou mij niet gaan beledigen, vriend. Voordat je het weet zitten jouw scherpe mes in jouw nek. Het is hier wel verboden terrein, dus ik kan hier eventueel die uitkijkpunt zo meteen doen. Of niet? Dat kan niet. Filmpje! Mr. Duncan Walpole has arrived. See. Oh, ben jij de gouverneur? We were expected one week ago. Ja, ik was laat. Ik had ruzie. My ship was set upon by pirates. En ik kon niet bellen, want ik had je nummer niet. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir, I was. Kijk eens, cadeautje. Wat hebben we? Oeh. Dat is cool. Er zit dus een stukje glas met een ding erin gegraveerd. Hij vertrouwt me, gelukkig. Wat op zich ook wel logisch is, want ik heb een ontzettend betrouwbaar gezicht. En helemaal geen twee zwaarden aan mijn riem hangen. Maar ik wilde koffie en bier.
Oh, we gingen toch op het terrasje zitten? Zit het er niet in vandaag? Nou ja, zeg. Vind at last in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. Ach, niet zeiken, man. But you are Templars now. The secret and true legislators of the world. Please, hold out your hands. Wat gaan we doen? Geen enge ding, hè? Mark and remember our purpose. To guide our way with wat gaan we doen? Schminken? Doet hij nou? Oh, we krijgen een ring. Cool! Een hele dure, zo een van goud. Die gaan we erover patsen, want het is een heleboel geld waard. Thanks, buddy. Yes, laat het werk beginnen. Wat is het eerste werk? Boodschappen doen? Belangrijk om te doen. Moet ook gebeuren. Council entrusted me with the task of locating in these West Indies. Waar gaan we heen? Hallo? Oh, het observatorium. Waar moet ik kijken dan? Hallo? Mag ik even tussen? Wat hebben we voor iets moois? Stelen? Ja, maar ik ga die gozer er niet beroven. Dan wordt hij helemaal chagrijnig. Een beetje NSA-stijl. Ik wil dat apparaat niet. Dat is gevaarlijk, man. Kan ik mijn coole steentje mee terugnemen? Die was voor mij. Waar moeten wij dan? We will soon. From our custody is the one man who died. Roberts. Wie is Robert? Of Robert? Robert en Robert. Robert, vind ik beter klinken. Klinkt ook stoeler. Hey man, I'm Robert. Zal ik anders de bloemetjes water geven, jongens? Of met deze... Oeh, papegaai. Was dat een ding? Thanks to Duncan and the information he has delivered. Wow. Assassins won't be a problem for much longer. Drie keer raden. Er staat een assassin in je kamer, vriend. Ik weet dat het balen voor je is. Mag ik die meenemen? Ja, hè. Oeh, suipen. Uiteindelijk toch bier. Klinkt als een plan. Ah ja. Proost. Santé. Missie voltooid. Voltooi de schietuitdaging. Besteel alle tempeliers. Oh, dat heb ik niet gedaan. Ik heb die schietuitdaging wel voltooid. Hey. Grapjassen. Dat heb ik wel gedaan. Maar blijkbaar niet. Oké, ik heb het fout gedaan. Rest well, Duncan. Tomorrow the treasure fleet arrives. Morgen komt de zilvervloot. Zeg, ken jij Piet Hein van de zilveren vloot? Die zilveren vloot uit Spanje. Waar gaan we heen? Hallo? Ah, wordt in één keer zwaar. Oh nee, toch niet. Laden. Oh, hebben ze me eruit gegooid? In de haven bij het kasteel morgenochtend. Oké. Okay. Is goed. Morgenochtend kom ik morgenochtend weer terug. Vaco Gamers, ik zie jullie ook morgen weer terug. Pak en beroof de koerier. Welke koerier? Oh, er komt een koerier aan. Wacht even, dan pakken we die nog even. Hij gaat er vandoor. Not relaxed. Kom hier. Ik wil jouw zooi hebben. Oh, niet gaan hangen. Edward. Fop assassin dat je af en toe bent. Kom op. Gewoon die kant op. Grijp die vent en pak zijn ding. Hop. Dan ligt hij beneden. Dan is hij weer dood. Waarom moet je altijd die gasten doodmaken? Munitie roven. Wat voor munitie heeft hij dan? Rookbommen. 1 rookbom en 5 kogels. Oké. Okay. I'll take it. Hou het dak op voordat ze me zien. Oh, dan loopt er al een uitkijkpost. Men ziet me hier toch niet. Vaco Gamers, ik ga jullie vragen om een groen duimpje te doen. Als je dat nog niet gedaan hebt. Edward gaat lekker. Hij is super goed bezig hier in Havana. Dus ik hoop dat het weer een groen duimpje voor jullie waard is. Ik zie jullie morgen weer terug hier bij Assassin's Creed. Hier op Vaco Games. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Mazzel.